We gaan van hier vertrekken naar het Koning Albert Park. Daar zetten we ook een luur op. Dus al de Pokémon gaan naar dat punt komen. Daar blijven een half uur wachten totdat de luur uitgewerkt is. Een grote groep Pokémonjagers gaat op jacht tijdens de KVK Pokéwalk. Deze meet en walk verloopt volgens een bepaald stramien. Pikachu! Dat is eigenlijk we spreken af op een plaats, allemaal samen. En vanaf daar vertrekken we naar een plaats waar andere dan Pokéstops zijn. Als je hier kijkt, dan is er hier een stop en de roze blaadjes er rond willen zeggen dat er een luur in hang is. En als er een luur geactiveerd is, dat wil dat zeggen dat er daar heel veel Pokémon op af gaan komen voor het eerst volgende half uur van het moment dat dat geactiveerd is. Ik ben al goed gevangen, dus veel ratjes. Wat zijn ratjes dan? Ja, die zijn eigenlijk niet zo speciaal, maar we hebben ook al een paar speciale kunnen vangen, dus dat is wel goed. We gaan de Pokéstop aankleden voor nieuwe Pokéballs te verzamelen. Aan de Sint-Pierskerk. Voilà, 1, 2 en een potion. Voilà, dat is er ook weer binnen. Ja, zo'n evenement is wel leuk. Zeker omdat onze Generation 19 de voornaamste spelers zijn van dit evenement. Dus het is wel leuk als we kunnen inspelen op wat voor hen belangrijk is en leuk is voor hen om te doen. Voor mij is het boom met dronken. Voor mij zijn het met mijn oma zijn er met Mars. Hè. Maar ik heb er geen gevonden, maar ze zaten daar in de buurt. Aan de broeltorens ontstaat er nervositeit bij de Pokémonvangers. Ja, er is blijkbaar een speciale Pokémon of zo te vinden of te vangen. Ja. Welke precies? Ja, ik ben hem nog aan het zoeken, maar ik kan hem voorlopig niet nemen. Ik. Ja, was hij even een massahysterie, iedereen liep naar hier? Ja, ik denk het ook. Ik denk dat er gewoon niet zoveel volk is en dat daarom is dat je er moeilijk op kunt, niet op internet of wel. Kom maar, een squintje. Ik ken hem nog niet. Ik vind het perfect. Allee, het brengt mensen buiten, het brengt mensen samen. Allee, je ziet, het is hier een sociale bedoeling en een goede zaak op dat vlak, tot spijt van wie het benijdt. Op het Schouwburgplein werd even halt gehouden om nieuwe krachten op te doen. Is het klaar? Start! Wij vanuit Sportbus, vanuit de sportdienst, hebben het initiatief genomen om te zorgen dat die smartphones niet leeg raken en op basis van ja, eigen energie op te bouwen, kunnen zij eigenlijk een powerbank winnen. Dus we hebben een fietsbank ontwikkeld waarbij dat we in dit meubel het concept van een energiefiets hebben gestoken. En dat betekent dat mensen fietsen en wij gebruiken eigenlijk hun energie om te zetten in bruikbare stroom, zodanig dat ze kunnen laden, wat met deze Pokémon-rage heel erg in trek is.